faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen heeft dit jaar beslist om Alain Platel voor te dragen als eredoctor aan de UGent. Alain Platel is een Gentenaar. Hij studeerde in 1980 af als orthopedagoog aan de UGent in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. En hij is een zoekende mens. Naast orthopedagoog is Alain Platel vooral bekend als creatieve leider van Le Ballet Contemporain de la Belgique, een dansgezelschap gevestigd in Gent, maar internationaal actief. Het gezelschap is een zeer multicultureel gezelschap, dus hij gaat ook altijd op zoek naar mensen uit verschillende culturen om een soort, ik zal een Gents woord gebruiken, een soort stoofpotje te maken waarbij verschillende invloeden bij elkaar komen en in de dans en in de beweging tot hun recht kunnen komen. En hij toont ook zijn zoeken door thema's te hanteren binnen zijn voorstellingen die toch ook wel ofwel mensen shockeren ofwel mensen aantrekken. Dus in die zin is hij ook geen gemakkelijk kunstenaar, is hij ook niet de meest toegankelijke kunstenaar. Het zal duidelijk zijn dat dit een beetje een atypisch eredoctoraat is. Alain staat niet bekend omwille van zijn 120 wetenschappelijke artikels, maar veeleer vanwille zijn 120 kunstproducties. Toch denken we dat hij een hele mooie crossover mogelijk maakt tussen kunst en wetenschap. Omdat hij in zijn stukken het lichaam zo centraal stelt als middel tot expressie en als middel tot zoeken, wordt dat voor ons als orthopedagogen een heel interessant gegeven. Wij werken dikwijls met kinderen, jongeren en volwassenen die niet zo verbaal krachtig zijn, waardoor het lichaam heel erg centraal komt te staan in relaties en in zoeken binnen wetenschappelijk onderzoek. Dus in die zin hopen we met dit eredoctoraat een statement te maken waarmee Alain Platel als choreograaf-pedagoog of als pedagoog-choreograaf het lichaam voor ons als onderzoeksmiddel in al zijn werkstukken ter beschikking staat. Persoonlijk kan ik Alain Platel heel erg appreciëren, omdat hij naar mijn mening een zachte anarchist is. Het gaat ook over iemand die zoekt naar een positie die politiek ook stelling inneemt via zijn stukken en zijn werk. En het is iemand die, denk ik, heel erg creatief omgaat met het fragile en met het abnormale, het afwijkende, en daar schoonheid gaat in zoeken. Voor orthopedagogen is dat heel erg belangrijk, omdat de mensen waarmee we werken net die fragiliteit en die onzekerheid oproepen. En daarom is het voor ons belangrijk om Alain het eredoctoraat toe te kennen.